Yoga teacher training, dag 24. Dit wordt een spannende dag. Kijk, ik doe nu standaard ORS in mijn water. Zodat ik er een soort van sportdrank van maak. Maar dan met iets minder suiker als het goed is dan gewoon AA of zo. De ORS in je water te doen, wordt het water beter door je lichaam opgenomen. En dat is op zich wel handig met deze hitte. Het enige wat Saatje zei was... En voel je je weer goed? Ik zei ja, ik ben eigenlijk wel weer ontspannen en super lief toen we begonnen met de les. Toen had hij me ook helemaal een hoofdmassage gegeven en zegt van weet je, het zit wel goed. Daarna begon hij wel weer een beetje irritant te doen, zeg maar, toen met het lesgeven en zo. Maar weet je, het komt wel goed. Ik moet zeggen dat ik het eten wel echt gemist heb. Jee, vooral die komkommersalade, daar heb ik heel veel zin in. Weet je, dus ze doen er niet veel kruiden bij, gewoon een beetje zout en een beetje mosterdzaad, maar... Het is wel echt zo lekker en ik miste het gisteren. En ik had gisteravond ook heel erg buikpijn van die paneer en van de chapatties. Happy to be back. Hij vroeg trouwens ook, Saatje vroeg ook van, ja, ben je woensdag heel laat gaan slapen of zo? Dus ik zei, nee, helemaal niet, gewoon op tijd gaan slapen. Hoe laat ben je gisteren opgestaan? Ik zei, 6 uur. Ben je daarna niet gaan slapen? Ik zei, nee. Heb je de oefeningen gedaan gisteren? Ik zei, ja, ik heb gewoon de houdingen gedaan. Dat was wel grappig eigenlijk. Ik ga nu heel eventjes mijn ogen dicht doen, want ik ben niet echt moe, maar gewoon een beetje lui. Wow, check Raji. Wow, goals man. En voor een man is dit heel knap, hè? Want mannen zijn sowieso stijver dan vrouwen. Echt vet goed. En dan heb je nog altijd de overtreffende trap. Saji die echt alle kanten opdraait. Even een 360 beeld hoor. Je begint dus met de pigeon en dan eindig je in de split met je been omhoog, tegen je hoofd aan. Hallo, ik heb gewoon mijn benen in mijn nek. En het begint steeds chiller te voelen en je benen moeten ook steeds meer naar achteren. Kijk, slangenmens Raji. Wauw, goals. Ik probeer er weer samen met Raji te leren hoe je zeg maar scorpion in de les moet geven of aan andere mensen moet leren. En toen, ja, weet je, ik heb hem gewoon nog niet onder de knie. En toen kwam Saatje weer, ja, sommige mensen die hebben er aanleg voor aan andere mensen. Die doen er gewoon wat langer over, bla 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 bla. Ik snap het ook wel, want hij heeft een keertje iemand echt plat op haar gezicht laten vallen en bloedneus en alles. En gelukkig was dat meisje wel oké en ging ze hem niet aangeven. Dus hij probeert me ook aan de ene kant te beschermen. Aan de andere kant is het zo'n piep, bittere pil. Als je gewoon iets vets niet aan andere mensen zou kunnen leren. Dus ik moet hem maar gewoon accepteren, denk ik. Food, couscous, daal, wat is dit? Boontjes of zo. Zilvliesrijst, kiemen, kom toe mama. Kijk eens wie we hier hebben, mijn kleine dinnetje. Schatje toch. Je wil wel knuffels, hè? Ja, kom maar. Gaan we even een knuffelsessie houden. Nou, het lijkt allemaal weer een beetje op de rit te zijn, maar met Saatje weet je het nooit. Morgen ga ik iets doen waarvan ik dacht dat ik het oprecht nooit zou doen. En dat is vasten. Yep, ik ga het maar gewoon proberen. Ondanks dat het tegen alles ingaat waar ik in geloof. Weet je, YOLO, try before you die, bla bla bla. We gaan het gewoon zien. Kijk, Roberto gaat het doen. Dat is dus lauw warm water met zout erin. En dan... Nou, daar gaat hij dan hoor. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Welterusten en tot morgen.